Heemskerk wordt gezien als de, laat zeggen, de pionier op dierenwelzijnsbeleid in Nederland. Uit alle hoeken en gaten van Nederland, alle gemeentes komen bij ons langs. Zelfs de grote gemeente Amsterdam is bij de gemeente Heemskerk gekomen kijken. Hoe doen jullie dat? Want wij willen het ook graag. Dus het levert enorm veel goodwill als gemeente levert het op. En dat levert ook nog op dat dierenwelzijnsbeleid in zijn algemeen het zich over Nederland uitspreidt. En het is spotgoedkoop. Als ik zie wat wij aan dierenwelzijn besteden, is dat een relatief klein bedrag. Ten opzichte van een aantal, groot aantal andere dingen in de gemeentelijke begroting. Dus je betaalt er relatief weinig aan. Je krijgt er heel veel te goedwil uit vanuit je gemeenschap vandaan. Zowel vanuit je lokale gemeenschap als vanuit je landelijke gemeenschap. En het kost relatief weinig geld. Nou, dan kan je wel meer mensen als wethouder. Voor een gemeente is het belangrijk om daarvoor zorg te dragen. Dus dat je net zo goed verzorgt voor dieren als voor je inwoners. Dat heeft ermee te maken omdat je dieren in je omgeving een bepaalde intrinsieke waarde hebben. De intrinsieke waarde van dieren maakt, geeft een beeld van welzijn in je gemeente. Je ziet ouderen met dieren lopen. Een voorbeeld geef ik altijd van ouderen die eenzaam zijn. Worden vaak door huisartsen gezegd, neem een huisdier, neem een hond. Want dan moet je 3 tot 4 keer per dag moet je op straat zijn. Moet je het beest moet je uitlaten, je ontmoet weer mensen. Dus dat is in feite de intrinsieke waarde van beesten. En in die zin vinden wij het belangrijk dat je er beleid op maakt. Toen ik in 2006, toen wij aan het college ontstond van CDA, VVD en GroenLinks, toen stond er in het collegeprogramma dat we aan dierenwelzijnbeleid zouden gaan doen. En dat hebben we dus gedaan door beleid te maken, nogmaals die intrinsieke waarde van die dieren en daar beleid op te gaan formuleren. Dus daar hebben we met de gemeenteraad over gesproken, met verschillende instanties hebben we gesproken, met de dierenbescherming, met de dierenambulance en alle instanties die met dieren te maken hebben, hebben we gesproken over van hoe organiseer en maak je dierenwelzijn in je gemeente. Nou, daar hebben we dus beleid op gemaakt samen met de gemeenteraad en daar is een dierenwelzijnsnota uit ontstaan.